Goeiedag, goedenavond, goedemiddag. Wanneer je dit wel kijkt. Welkom op mijn kanaal. Leuk dat je weer kijkt. Ik heb tweede kerstdag geen video online gezet. Ja, kerst. Hè. Misschien had ik dat moeten aankondigen, maar ja, het is zo gelopen. Ik hoop dat jullie wel hele fijne kerstdagen hebben gehad. Hele gezellige dagen. Ook als je misschien alleen bent geweest, hoop ik toch dat je er iets aan gedaan hebt om het gezellig te maken. Voor jezelf. En voor je gezin natuurlijk, als je een gezin hebt. En nou ja, goed. Ik hoop dat je op jouw manier kerst hebt gevierd. Ook als je het niet hebt gevierd. Dat je een gezellige dag hebt, de gezellige dagen hebt gehad. En ja, we gaan kijken wat ik voor kerst heb gehad. Van de mannen. Ik heb een heleboel proefjes weer gehad. Dus die gaan in mijn proefjesding. En we kregen van Chanel een cadeautje. Omdat wij een goede klant zijn bij Chanel. Dus dat gaan we eerst even bekijken. Dat is een blauwe. Met, het is een tasje, een beauty tasje. Het is een blauwe met gouddraad erin. Het is best een, het is een beetje een bouclé-achtig stofje. Best heel leuk. Een cadeautje krijgen is altijd leuk. En momentje. Dus. Een bedankje voor je klandizie. Dan heb ik van de mannen. Ja, ik heb het natuurlijk opengemaakt. Dus ik heb geen strik meer erin gedaan. Een cadeau gehad. Dit zijn twee producten in één verpakt. Als je het openmaakt, zie je zo. Dan zie je dat blauwe. Met gouddraad. En het eerste wat ik ga laten zien, heb ik van Wessel gehad. Ik had het natuurlijk zelf uitgezocht en neergelaten liggen. Hè? Heb ik van Wessel gehad. En dat is de Le Symbole de Chanel Maxi Blush. Nee, het is geen blush. Het is een Maxi Poeder Illuminance. Een Oversized Illuminating Face Powder in Pearl White. Maar ik had niet verwacht. Hij is echt immens. Wacht even hoor. Dit is een gewone Chanel blush. Hij is echt immens. Dit is een gewone highlighter. Ik snap er helemaal niks van. Maar goed, geeft niet. Zo ziet hij eruit, hè? Gewoon zwart met Chanel en zo. En dan zit er zo'n beschermdingetje op. En dan heb ik deze uitgezocht. Dit is Pearly White. Ja, wat het zegt. Het is een hele mooie, lichte face powder. En dan vervolgens heb ik iets. Ja, dat is. Oké, laten we even eerlijk zijn tegen elkaar. Belachelijk. Belachelijk. Maar ja. Ik heb de 31 Le Rouge lipstick besteld. En die had ik gelijk al besteld toen die uitkwam. Maar ja. Ik dacht, ik vraag hem voor kerst van Dennis, want dan heeft hij gelijk een cadeautje. Weet ik dat ik iets krijg wat ik leuk vind. En 165 euro. Dit is een hoesje, daar komt er een doosje uit.
Zo, classic Chanel. Dit doosje gaat open. En dan zit de lippenstift erin. Die is van glas. En dit staat dan, zeg maar, symbool, of dit lijkt op de entreehal van het oude, originele Chanel pand. Hij is magnetisch. Er zit een goede magneet op. En dit is de kleur. Ik heb hem nog niet geswatcht. Dit is de kleur die ik uit heb gezocht. Dit was de lichtste kleur. Ik doe even mijn bril. Staat de kleur erop? Vraag ik me af. Ja, dit is 1 rouge beige satin lipstick. Dan krijg je erbij een pouch. Dat is deze met een lipje eraan. Daar zit een doosje in ter grootte van de lipstift. De bedoeling is dan dat je de lipstift hierin doet. En dan doe je hem dicht met een magneet. En dan kan je dit zo meenemen in je tas. Hij is echt heel zwaar. Goed, maar deze veel te belachelijk dure lipstift heb ik van Dennis voor kerst gehad. Je begrijpt, de highlighter was ook al duur. En je begrijpt dat ik verder niks heb gehad. Behalve de proefjes en het cadeautje van Chanel. Want ja, wij zetten altijd een budget van tevoren van wat we ongeveer voor kerst gaan uitgeven. Nou, mijn cadeautje was ver boven budget. Maar goed, dat heb ik gehad voor kerst van de mannen. En verder hebben we gezellig een filmavond gedaan met z'n drieën. Wij doen de cadeautje altijd op kerstavond en dan eten we pannenkoeken. Dat is een beetje onze traditie. Ik heb heel erg jeuk. Toen hebben we de Grinch gekeken. Eerste kerstdag zijn we gewoon allemaal een beetje ons eigen weg gegaan. Hè? Wij zien het altijd een beetje als vrije dagen. We hoeven niet te hangen op ceremonie en zo. Dus de mannen hebben wat gewandeld met de honden. Ik heb wat huishoudelijke dingen gedaan. De was opgehangen, dat soort dingen. En toen hebben we 's avonds gegourmet. Tweede kerstdag, ja, is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ga je allemaal een beetje je eigen gang. En dan eten wij altijd boerenkool met worst. En de dag na kerst, de woensdag dan in dit geval, zijn we gaan eten bij vrienden van ons. Dat is de traditie, de dag na kerst, derde kerstdag, maar die bestaat natuurlijk niet. Gaan wij altijd eten bij vrienden van ons. Ik zie ineens dat ik geen oorbellen in heb. Met hun gezin en zeg maar met hun kinderen. Dat is mijn beste vriendin en Dennis zijn beste vriend. Zij hebben 4 kinderen. Dus dan hebben we al gelijk een redelijke groep. Dat was het. Wij hebben nooit hele spectaculaire... Wij zijn natuurlijk ook maar een klein gezin. En we hebben nooit hele spectaculaire kerstdagen of zo. Het doet me ook niet zo heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het gezellig. Maar ik vind het, zeg maar, op 17 juli ook gezellig om met z'n allen te eten of te doen. De kerst is voor mij dan niet per se dat je denkt, hoehoe, dat moet. Maar goed. Dat waren mijn kerstdagen en mijn kerstcadeautjes. Ik hoop dat jullie, wat ik al in het begin van het filmpje zei, fijne kerstdagen hebben gehad. Besef, het gaat niet om de cadeaus, maar het is leuk om te delen als je wat krijgt. Maar het gaat niet om de cadeaus. En als je een cadeautje krijgt, het gaat niet om hoe duur het is. Het gaat om de intentie die iemand erin legt. Kan ik heel makkelijk zeggen met mijn lipstift. Maar nou, goed, je begrijpt wat ik bedoel.
Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En abonneer op mijn kanaal. Daar help je me mee. Maak je me heel blij mee. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei!